Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe avond van Dishonored DLC, de Dunwall City Trials. En vandaag gaan we naar Ascendant Selection en gaan we een van deze 10. Nou, ik denk 2, want we gaan er twee kleine doen, denk ik. In ieder geval, we hebben Kill Cascade. Die wil ik graag gaan doen nu. En dit is degene waarvan we ook al de Emily's Doll hebben gepakt. En dan zal ik je even zien waar die zou liggen normaal gesproken. Oh. Ja, dat is... In ieder geval, wat de Kill Cascade is, zeg maar... Is dat je naar beneden moet racen met Drop Assassination. Zo dus, dat is 1. De groene betekent dat je je gewoon kan laten vallen. Zo, wieeppa. De gele betekent dat je een dubbelsprong moet maken met Agility. Double Jump. En jump. En Double Jump. Wahaja! En we hebben hem. En dan gaat hij in as. Wee. En de rode betekenen dat je moet agility jumpen en blinken bij moet gebruiken. De teleporter. Kijk dus. Dit is een rode. Double jump. Blink. Naar beneden. Chuck. We hebben hem. En dit is weer een double jump. Dit is weer een rode. Dus dan moet je double jump. Blink. En we hebben hem. Nu deze. Ah, nee. Ah, we hebben het gemist. Het is geen drop assassination. En om te laten zien. Hier zo in het huisje. Hier zo ligt normaal die doel. Hier zo. Maar punten hebben we al gepakt. Dus dan gaan we blinken naar beneden. Hoppatee. Hoeveel puntjes hebben we? 1 ster. Dus we houden record 2 sterren. We gaan nog een keertje doen. En we gaan nu proberen heel snel te gaan. Even racen. Let's race. Naar beneden. We gaan je in je nek. We steken je in je nek. Bam bam. En dan ga je in je gezicht. Zo. En dan ga je met blink. En dan ga je vliegen. En dingen. Yeah. Ik kan niet rappen. Yeah. Talboy, je gaat ook dood. Zo. In je gezicht. Ja, zit dat op mijn gezicht. Oké, en dan Blinky. Blinky man. Chips. We gaan proberen zonder fout te maken. Nou ja. The last one. Nou, kom op. Naar beneden. Hoe hoger, hoe meer punten krijgt. Nou ja. En de laatste een beetje horen. Oh, fucked up. Oké, exit challenge. Nou, dat was de Kill Cascade Challenge van Dunwall City Trials. En als het goed is ook een expert version van. Kijk nou. Some obstacles are added between platforms. You take damage from extra damage from falls. From drop assassination as you try to reach one platform as fast as possible. Alright, the end is only the beginning. En dan krijgen we weer de... Kijk, hier krijgen we het plaatje. Raise down using drop assassination. En dan krijg je al hetzelfde wat ik net heb uitgelegd. Ja, could you not just split the fall to your enemy? Ja, oké, dat kennen we allemaal. Dit is net iets moeilijker versie, dit is de expert mode, dus dit is 1, Chaka. En Chaka. Dus je moet het wel goed doen, anders werkt het niet. Dang it. Wat, ik krijg damage van vals. Moet je hem helemaal overnieuw doen als je doodgaat? Ah, kom op. Dat is niet eerlijk, maar we gaan het proberen uit te maken. We gaan het proberen te halen. Maar ik weet niet hoe ik dat deed. Maar het is wel awesome. Ik heb hem minstens van de zekerheid in zijn nek gestoken. Hoe deed ik dat? Hoppatee. Hoppa. En je bent dood. U, meneer, bent dood. Zo heet dat. En tja. Heb je, meneer. Jou heb ik ook. Jou heb ik ook.
met al die obstakels en shit. Wat, ik ben het water? By the outside. Oké. Maar ik leef nog. Water? Oké, want wij hebben wel in ieder geval 1 ster in expert mode. Nieuw record! Ik heb deze nog nooit gespeeld. Oké, extra challenge. En dan gaan we. En hebben we nog 20 minuten over. Wat we ermee gaan doen? Ik heb geen idee. Maar we gaan hier. Ik ga denk ik een andere challenge doen. Zoals oil drop. Of eentje waarvan. Oil drop. Oil drop. Let's do oil drop. En hiervan kunnen jullie gelijk zien waar die Emily's doll ook zit. Shoot as many falling whale oil tanks as possible. Slows time down for the gold tank slows down time for 2 seconds. Restores 35% of your health. Pink tank. Purple tank creates a cloud of smoke when it's shot. Waarom is dat handig? Enables dark vision for 15 seconds. Daar gaan ze. Oké, let's shoot. We hebben een unlimited pistool. En we moeten goed mikken. Let's go. Kom dan. Dang it. Nou, oké, ik ga nu al missen. Dus ik ga de heer van nergens van weer niks van komen. Kom dan. Nou moet ik nu herladen. Niet schieten, dan komen ze op je terecht en dan verlies je leven, dus dat is vervelend. Oké, snel, hier in de bossies ligt Emily's doll. Kijk, Emily's doll ligt hier in de bossies. Even verstopt. Pick-up, Emily's doll found. 3 van de 10. Oh shit! Nou, had ik leven kunnen hebben, maar... Oké, paard. Ik zag hem niet. We hebben leven. Leven erbij. Kom dan, kom dan. Wow. Wow, we gaan wel lekker. We hebben er al 20. Ah. Oké, we hebben half leven en er komt een volgende al aan. Is niet echt lekker. Is niet echt lekker. Leven. Dat willen we hebben. We need that one. Oké, geen leven kwijtraak. Oh, kom op. Waarom moet ik steeds laden als ik het nodig heb? Waarom moet ik steeds laden als ik het nodig heb? Kom de grote. En dan komt de volgende ronde. Zover zijn we nog niet eens gekomen een keer. Oh. Nee. Ah, oh, waarom? Ik let niet op. Ja hoor. Schiet maar lekker een eind weg met die stomme manier. Record 2. Dat moeten we natuurlijk verbreken in deze aflevering, anders denken jullie dat ik een noob ben. Waarom denken jullie dat ik een noob ben? Zeg niet dat ik een noob ben, ik ben een noob. Nou maar. Dus
Misschien is dat handig. Steeds een leeg schiet om te laden. Nee, kom op. Dang it. Oké, volgende ronde dan. Kom maar, we hebben er 9 geschoten. Goed mikken, we moeten goed mikken hiermee. Nee, die had ik nodig van zijn leven. Shit. Waarom raak ik ze niet? Leven. Ja, leven. Heerlijk, zoet leven, zacht leven. Bereid. No. No. Niet door. Kom dan. Ik ben niet bang voor jullie oil tanks. Kom maar op dan. Kom maar mee. Auw. Levens. Die wil ik hebben. Kom. Hier, stop maar. Will oil tanks. Durven jullie wel tegen een kleine elf zoals ik? Kom maar. Auw. Oké, okay, nog één ding tegen mijn kop en ik ben dood. Nog één cool ding tegen mijn kop en ik ben dood. Nu nog één ding tegen mijn kop en ik ben dood. Ja, en ik ben dood. Weet je wat? Ga kijken of we expert mode kunnen overleven. Want volgens mij is hier een expert mode van. Continue. Exit challenge. Volgens mij, wacht, we hebben volgens mij helemaal bij expert mode op 1 ster hebben gehaald. In de gallery iets nieuws ontdekt. We hebben Granny Rex. Nog meer nieuws? Nee. Een wolf. Een statue. Oké, okay, expert mode. Train runner. Oké. Kunnen we er nog eentje? Kunnen we nog iets anders doen? Dat is een hele grote. Burglar, Black Alley Brawl, Bonfires. Weet je wat? We gaan Train Runner wel doen. Dan moet je gewoon rennen en bij het einde komen zo snel mogelijk. En er is een trofee als je sneller op het perron bent dan de trein. Punt is alleen, je moet heel heel snel zijn. Het is weer zo'n speed en haast. Ja, ik hou niet van haasten in videogames. Als je weer haast dus op tijd, dan is het echt vervelend. Oké. Rennen. Ja, order shirts. Auw. Oké, okay, de trein is op het station, we hebben het al, we kunnen die trofee niet meer halen. Kom op, ga eruit. Goed zo. Corvo, ben je dom of zo? Oké. Okay. Finish. 2 sterren. Mijn record is dus die voordat de trein op het station aankomt. En dan heb je gelijk 3 sterren, dus dat is super handig. Oh, we wel dubbel trappen. Dat was snel. Oké, we hebben het record niet, maar we zijn wel snel. Bam, 3 sterren. Oké, dit hoeven we ook niet meer te doen. Exit challenge. Yes. En dan gaan we nu naar de expert mode van deze. Want deze die expert mode heb ik nog nooit gedaan. Van de train runner. Expert. Expert. Hier is een expert.
Dat is een Hobbit-referentie. Mana is limited. Some assassins patrol the area. Some obstacles are added. Reach the goal as fast as possible. Dus we hebben geen mana en sommige assassins die gaan ons tegenhouden. Girl. Dat willen we niet. We houden niet van mensen die ons tegenhouden en in wat we doen en dingen. Dat is wel duidelijk, denk ik. Mana is limited, dus we gaan gewoon rennen. Oh nee, we hebben heel weinig mana zo. Obstacles. Ook nog. Ja. Oké, dit is echt vervelend. Die assassins patrollen de area en dat is super vervelend. Oké, opnieuw. Dit is lastiger dan het lijkt, want ik ben niet makkelijk gewend. Dus dat is, Ren Hermes, je kan het wel, je kan het niet. Je kan het wel, je kan het niet. Wegwezen jij. En ik ben gevallen. Nee! Hij poelt me eraf. Hij doet zo. Ik heb magie. Kijk, net als jij. Vind je dat niet leuk? Nee! Nee! Vind ik niet leuk. Weg. Nou, kom op! Ik ben die assassin zat! Fuck die assassins! In een poepert. Alsjeblieft. Assassins, laat me met rust. Assassins, fucking vervelend. Mag ik het vertellen? Ja. Zo, sterf. Woep! Oké, niet dan niet de... Kom dan! Je hebt mijn dingen toch al verpest, dus versterf. Verdwijn. Bam! Zo, restart challenge. Voor mij, nu, onmiddellijk. Zo. Dit is een vervelende challenge. Het is al niet makkelijk op normal mode, maar op expert is het super vervelend. Zo het lekker neemt op met je bleer, met je gebleer, met je gepoel. Sterren. Krijg ik in de aids. Jij ook, krijg een plek in de aids. Kinder aids is heel gezellig om te krijgen. Waarom wil je geen kinder aids? Dus je kunt geen blink, nee! Kinder-aids. Dikke kinder-aids. Dikke kinderen krijgen vaak kinder-aids. Ik ben ook wel mee verschreven, benen en verschreven. Ik heb dan wel limited mana. Bijna, ja! Yes! 2 sterren. Yeah, 2 pieces of artwork. Hoe moet je dit ooit op 3 sterren doen? Oh ja, ik moet nog even, ik weet volgens mij niet erg waar Emily's doll zit. Waar zit Emily? We moeten Emily's doll even gaan zoeken. Emily's doll. Where are you? Where
Vind je Emily Stoll ergens? Ja, we hebben je. Hier zo. We hebben Emily Stoll. En jij gaat in je nek worden gestoken. Oh, het voelt me niet zo lekker. Denk het, wacht jou. Doei. Screw you, I'm staying in here. Kom, waar zijn jullie? Oh, daar ben je. Hey! Ik ga Emily's doll meenemen en jij gaat me niet tegenhouden. Zo. En toch nog één ster, want we zijn bij het einde gekomen. En we hebben Emily's doll. En daarmee kan ik deze aflevering afsluiten. We gaan even naar de galerij om de aflevering af te sluiten, want dat vind ik best wel fijn. Dit was de tweede aflevering van The Dumble City Trials, waar we er drie gedaan hebben. De drie kleine in één keer. Wat ben je aan het doen? We gaan hier naartoe. Gallery. Zo. Wat hebben we nieuw? Deze twee. We hebben hier de rail station en boten. Nou, ook niet echt iets nieuws. Lord Shaw is wel gaaf. Lord Shaw. Are you a dead counter? Brave man needed for crisis of other management. Nou, heel gezellig al die lijken tellen, toch? We kijken veel liever naar de knappe Granny Rex. Knap is het toch? Die zou je toch zo mee uitnemen? Oké. Dus bedankt allemaal heel erg voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je het sowieso leuk vindt in dit kanaal op Dwarfcraft. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Mijn naam is RMS en ik was jullie gastheer vandaag met deze aflevering van Dishonored DLC, de Dundle City Trials. En tot de volgende keer met meer Dundle City Trials. Ik ga de volgende keer gaan we denk ik een lekker sneak trial doen. Dus bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Laters!